super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik met Sarah en Bonnie. Hi! Yeah. Jullie kennen ze wellicht al wel, want het zijn natuurlijk ook gewoon twee vriendinnetjes van me. Maar ze hebben ook al mijn eigen YouTube kanaal. En het is heel erg leuk, want wat we vandaag gaan doen... Misschien wil even jullie ook even praten, anders dan ben ik alleen maar aan het woord. Oh, yes, Bonnie, wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan vandaag lekker gezellig met z'n drieën eten. En we hebben daar ook een soort van YouTube video's omheen gemaakt. Ik ben een beetje aan het vloggen over vandaag. En dan gaan we op Lotte's kanaal een receptvideo maken. En op Sarah's kanaal gaan we het opeten in een mukbang. Lekker eten. Dat is het leukste. Ja, mukbang. Oké. Okay. In deze video gaan we jullie laten zien hoe je een hele lekkere groentelasagne kan maken. Laten we beginnen. Oké. Okay. Een citroen. Courgette. Aubergine. Parmezaanse kaas. Ricotta. Olijfolie. Peper. Pizzasaus, trots tomaatjes, spinazie à la crème, gegrilde rode paprika en zout. We gaan nu alle ingrediënten eerst snijden als voorbereiding. Hoe heet dat ook weer? De mise en place heet dat. Ja, de mise en place. Ik ga de courgette snijden en dat doe ik in lange plakken van ongeveer een halve centimeter dik. En ik ga de tomaatjes snijden en dat doe ik in ringetjes, dus in plakjes. En ik ga dan de aubergine snijden en die gaan ook in lange plakken. En die dienen dus eigenlijk ook als lasagnebladen. Dus mocht je je afvragen waarom we geen lasagnebladen gebruiken, dat zijn dus dan straks de aubergine en courgette plakken. Oké, we bestrijken nu de plakjes courgette en aubergine zo ook met olijfolie. En als we dat gedaan hebben, dan doen we er ook nog een beetje peper en zout op. Dan ga ik nu de gegrilde rode paprika in de zeef doen, want het is belangrijk dat je die even laat uitlekken, anders wordt de lasagne ook heel erg nat. Dus de paprika's zijn aan het uitlekken. Bonnie is even de aubergines en courgette plakjes aan het bestrijken. En Saar, wat doe jij? Ik haal de eerste lading er alvast uit. Ja. Die zijn nu al goed, want ze gaan natuurlijk ook nog in de oven. Als je niet zo'n grill hebt, kan je het ook in een grillpan doen, hè? Ja, dat is inderdaad wel goed om te weten. Ik ga nu de spinazie in de pan doen, want die moeten we natuurlijk wel even opwarmen. Ik ga nu de oven voor verwarmen op 180 graden en dan moet zo meteen daar de lasagne 3 kwartier in. Zo lang? Ja. Preheat, ja, zo lang. Ik heb nu de parmezaanse kaas er ook bij gedaan, want de spinazie is helemaal warm en dat roer je dan gewoon door totdat het eigenlijk één grote smeuïge massa is. Ik ga nu de ricotta mengen met de citroenras en dat doe ik in dit bakje. Nou, dan is het nu tijd om een lasagne op te bouwen. Als eerste doe je een laag van de spinazie erin, ongeveer 1/3 van het mengsel van de kaas en de spinazie. Dan ga je daarna een laagje van aubergine en courgette plakjes eroverheen doen. Wij hebben ze door elkaar, maar je zou, als je het helemaal volgens een recept wil doen, ook eerst courgette en dan aubergine of andersom, maar wij doen het lekker door elkaar. Nu ga ik 1/3 van de pizzasaus hier overheen verdelen. Gaan we nu als volgende laag de gegrilde paprika erin doen en dat wordt dan ook alweer ongeveer 1/3. Want je moet het eigenlijk zo zien dat je alles in 3 verdeelt, omdat je dus 3 verschillende laagjes gaat maken.
doen we weer een laagje van de spinazie. We gaan eigenlijk alle vorige lagen herhalen, zodat je een soort van lasagne krijgt. Als ene laatste laag alle tomatenplakjes erop. Dus die verdeel je gewoon over de hele lasagne. Nu hebben we een mengsel van de ricotta en de citroenrasp. En die gaan we gewoon er even overheen doen. De laatste laag. Nou, we hebben heel erg ons best gedaan en zo ziet het er nu uit, before. En nu gaat hij natuurlijk lekker in de oven. Mm-hmm. Ga je gang, Sarah. Ja, wil iemand hem open doen? Ja, dat zal ik even doen. Zo handig, alsjeblieft. Lieftallige assistenten, kijk uit dat je niet je vingers verbrandt. Moet je niet van mijn hand aan? Nee hoor. Kijk uit hoor, met de onderkant. Ja, komt goed. Nou, wij gaan nu heerlijk genieten van onze zelfgemaakte, semi-gezonde, overheerlijke groentelasagne. Mocht je willen weten hoe lekker die smaakt, dan verwijs ik je zeker eventjes door naar de video van Sarah. Want Sarah die gaat een mukbang plaatsen van hoe wij deze groentelasagne gaan opeten. Oké, laten we snel gaan eten. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Doei! Maar ja, we gaan gewoon peper. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuw. Ik sloeg jou. Ik zag jou. Hey! Ik vind het zo spannend. Nou, joh. Ik heb echt zin in deze video. Mag je, hoe werkt dit? Dit is gewoon een dol. Oh. Oké. Het is eigenlijk een soort. Ja. Een soort trio. Volgende in. Je ziet er mooi uit. Zo. Mooi. Zodat je een soort van lasagne krijgt. Zonder blaad. Net een les gewoon op de was. Ja. Echt hè? Oké, wil je heel graag dat ik zeg, tasty tomatenrostomaten. Tomaatjes. Ja. Nou jongens, moment van de waarheid. Want hij is nu, of nou ja, eigenlijk nog niet het moment van de waarheid. Hij komt nu. Courgette. Oh. En ik ga de tomaatjes snijden en dat doe ik in ringetjes, dus in plakjes. Oh, je ziet er schattig uit in mijn keukentje. Wow. Anders wordt de lasagne ook heel erg nat. Dus... So cute. Go Lotte! Ik breek bijna dat glas, even serieus. Hè? Oh, wil je nu die dingen filmen? Nee. Waarom sta je dan op? Ik ga nu de oven voorverwarmen op 180 graden. Oh, wacht. Zo. Kijk uit het. Ietsje hoger misschien? Ja. Oké, klaar. Woehoe!